Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites. Ook mijn gloednieuwe aflevering van Pokémon Golden Dawn. De Shiny Case Lock met Sandring. Hier doet de kraan het wel. Ja, in dit intro momentje doet de kraan het wel. Ja, je zag het hè. Op het station niet. Dit was ook op een station, dus het was... Maar ja, misschien heeft dat... Weet je, dat hij het bij hem wel doet. Tenminste, ik neem aan dat het een hem is. Dat hij het bij hem wel doet en bij mij niet. Dat kan ook, hè? Ik bedoel, als ik hem zou zien, zou ik ook denken... Weet je, voor jou... Dit snap je alleen met de intro momentje. Ik zal het binnenkort terugzien, Sander. Ja. Thank you, man. Denk aan me. Ik denk altijd aan je. Yo, around her bike. Geef me maar voor. Oh, hij is de bike owner. Ja, blijkbaar. Dat dacht ik net ook. Die vader is van dat... Wally. Oh, dus dat is in de original games niet zo. Nou, misschien wel. Alleen dan valt het niet op. Welke moet ik hebben? Ik pak de Mark bike, maar ik moet zelf weten wat je doet. Ja, met Arco kun je jumping en dan kun je bepaalde items krijgen of zo, maar ik weet niet hoe je moet jumping, dus boeien. Six kan Goon wel... en Makuhita. Ik kan hier, als ik in winkelcentrum niet eens fietsen. Grote winkelcentrum. Sander, heb je door dat je gewoon voor staat? Yo, ik sta voor, cool. De nieuwe level cap is 32 trouwens. Dat is heel nice, heel nice. Ik chase even door het winkelcentrum. Oeh, Incinerate is op 2. Waar moeten we heen? Links, toch? Ja. Ja, oké, ik snap ook. Je moet die mansions met Rock Smash fixen, zeg maar. Snap je nou wat ik bedoel? Heel duidelijk was het niet. Dat is toch veel later, dat huisje. Je hebt al Rock Smash, hè? Maar je moet die... meisje en die jongen moet je... Ik dacht dat je dat huisje met die familie bedoelde. Want daar is Rock Smash Rocks bij. Dus omdat jij Rock Smash zei, dacht ik daaraan, for some reason. Ik weet ook niet hoe mijn brein werkt, oké. Nee, dat wel blijft. Watergun op die Makuhita. Oeh, flying heb ik ook eigenlijk niks tegen. Nee, heb ik niks tegen. Kid, sorry. Jawel, je hebt Sue. Ik geloof dat zo even raken, maar... Dat even Duits. Bang voor helemaal niks. Het was een pursuit terwijl ik switch. Tuurlijk ben ik daar bang voor. Sorry, is recoil toch of niet? Wat? Oh, the bursting flame damages Pokémon next to the target as well. Nee, dat is heel naar met vangen, maar dat is wel chill met vechten. Oh, dat is beter dan Incinerate. Oké. Okay. Ik kan echt niet wachten tot we een Pokémon hebben. Heb ik trouwens intro... Oké, ja, gelukkig. Ik heb wel dag Anne en Meg. Anne en Meg zijn Lewis Boys. Waar, wow. Dat weet ik niet trouwens. Ja, ze hebben toch verloren? Ja, dat is waar. Dat is waar. Daar is geen... Daar is... Daar kan ik niks op zeggen. Oké, waar is dat huis? Hierboven ergens? What the fuck is dit? Wat ben je allemaal aan het doen? Weet ik het, ik zoek dat huisje voor Rock Smash. Nee, je hoeft niet. Je hebt Rock Smash al. Je had het over een huisje toch? Nee, ik had het niet over een huisje. Ik had het over dat je Rock Smash moet doen straks. In die grot, dat je dat meisje en dat jongetje weer bij elkaar moet brengen. Oh, wauw. Vandaar dat ik ook dacht aan dat ene huisje bij die Rock Smash dingetjes. Waarschijnlijk. Oké, dat is wel gek. Ik dacht echt dat je iets met een huisje zei. Maar dan niet. Dat is mooi. Het scheelt weer. Hey, ik heb een shiny. Ik had echt gelachen als ik een shiny had. Ik had echt gelachen als jij een shiny Bulbasaur had. Daar zou ik oké mee zijn, man. Wat? Zou jij daar oké... Spreek ik met Sander? Gast. Ik heb anders geen... Normaal kan je geen Merrills vangen. Ik had wel verwacht dat de Merrill in de horde zou zitten. Oh, wacht, wat doe ik? Oh, daar is mijn shiny. Oh, adem maar weer na.
Nee, grapje. Was een joker. Is Joker dood? Nee. Shit, man. Daar pak ik wel van. Shit, en ik wou nog wat vragen. Nu wil je ook vragen. Nou. Dan weet ik niet meer. Nee. Kut, sorry. Ik was gewoon aan... Ik was aan het kloten. En oh, er is ook een Rosh... Oh, dan wil ik geen Bulbasaur trouwens. Ik wil geen Bulbasaur, want ik zie dat er ook Roselia's kunt tegenkomen. En die zijn cool. Shiny. Oké, game, heb je het gehoord? Ik wil dus geen Bulbasaur, ik wil Roselia. Fuck! Waarom heb ik het gevoel of Bulbasaur meer voorkomt dan Roselia? Dat is niet hoe dat zou moeten zijn. Ah, ik doe zo... Bulbasaur verdient de dual typing niet. Vind ik. Nee, vind ik ook. Ik vind dat Bulbasaur eigenlijk niet eens verdient om te bestaan. Dat sowieso, maar... Yo, Roselia's? Dat is een Lia van de Rose. Een Lia van de Rose? Ja. Ik weet ook niet wat een Lia is, maar... Dat heb je net verzonnen, Sandry. Nou ja, hoezo heb ik dat verzonnen? Zij heette Roselia. Wow. En ze hebben rozen, dus... Oh, dit is heel naar, want ze horen natuurlijk jouw gamegeluid. Dus de... Nee. Oh, oké. Okay. Ik wil zeggen dat... Gewoon achtergrondmuziek, hè. Oh ja. Oh ja, want anders hoor je mijn stem ook natuurlijk, ja. Als je jouw gamegeluid pakt. Nee, dat is wel een aparte spoor, dat wel. Maar... Oh, oké. Okay. Oh, ik had het op één spoor staan. Oh, ik gebruik daarom ook nooit gamegeluid als ik met z'n tweeën opneem. Want het staat bij mij op één spoor. En ik... Ja, ik vind dat naar. Ik heb trouwens niet eens gecheckt of ik pokeballs heb. Bedenk ik nu. Dus ik hoop dat ik nu geen shiny tegenkom. Oké, gelukkig. Heb jij dat wel gecheckt? Nee. We zijn zo hyped voor de encounters. We forgetting how to fang Pokémon. Je moet geen flameburst doen, want dan raak ik de Pokémon daarnaast ook. Dat zeker. Het is wel super effective. Ah, ik heb deze niet geverslagen. Geverslagen? Ja. Wow. Heb jij deze wel geverslagen? Ja, jij hebt ze echt wel geverslagen. Freaking. Tsunami, trouwens? Tsunami? Oh, zat pocketballen. Ja, jij wel. Ik niet, volgens mij. Nou, er kunt er hier boven. Boven of de M. Pokeball, nu! Niet straks? Nee. Oké, okay, cool. Lekkering! Jack is level 27. Mocht dat level 32 zijn? Nee. Het is... Nee? Jawel, niet wel. Oh. I did maar het is nog best wel een lange weg, toch? Nu. Naar... Naar Verdant Turf, ja. Dat zit wel wat tussen, ja. Dus dan moeten we oprecht wel een beetje zuinig doen. Waarom ga ik hier leken? Wat Pokeball? Nou ja, op zich zit het ook prima. Wat Pokeball is ook. Hoe heet dat ding ook weer? Hoe heet die Spirit ook weer? De Spirit Lady of zoiets? De Painted Lady. Oh, de Painted Lady, ja. Ik was even heel hard aan het denken wat je bedoelde. En het is ook nog eens een meisje. Het moest zo zijn. Het moet zeker zo zijn.
Ik wil gewoon Pokémon vangen. Hey, nu heb jij hem wel eerder mee. De laatste paar keer had ik hem steeds eerder. Ja. Dus dat is wel leuk. Nu loop jij weer een keer voor. Woe. Maar ik sta wel achter met de cagepunten, dat is niet best. Tip, doe niet. Thanks. Sorry. Ik haat deze aflevering, ik heb al twee keer Sue gebruikt. Nou, dit is de tweede keer. Maar... daarom moeten we snel een nieuwe Pokémon vangen. Niet vallen. Shroomish. Tornado. Shroomish Tornado? Ja. Kijk straks maar als ik Leaf Tornado doe. Of kust. Oh. Volgens mij is... Dit is een breeder die heeft 6 Pokémon. Ja, die heeft 6 Pokémon, dat kan ik je verzekeren. Daar vecht ik nu ook tegen namelijk. Ja. En klote Pokémon dat het zijn. Skitty! Bro. En Skitty. Ik heb hier zo geen zin in. Bato? Heb jij Bato van de Water Tribe bij me? Ik heb Bato van de Water Tribe bij me, ja. Hoezo heb je maar 5 Pokémon? Omdat er eentje net dood is gegaan in de cage match en die andere allemaal of dezelfde typing zijn, of dat ik die niet wil gebruiken. Ah, die search kit ga je niet gebruiken? Nou, voor nu niet, nee. Oké. Okay. Wacht even, ik schrijf het even op. Mocht mijn Marstomp ooit dood zijn, dan... ga ik Wingull gebruiken. Tornado learned Roost. Nee, niet kijken. Jawel. Shit, nu weet je mijn tactiek. Welke tactiek? Roosten? Dat is wel heel lame. Nou hè. Als ik daarmee een case match kan winnen. Dat is waar. Doe ik dat. Het is niet cheaten. Nee, zeker niet. Dus. Het is niet alsof je X-items gebruikt, want dat is wel cheaten. Bro, echt niemand gebruikt die items. Jordi. Behalve Jordi. Jordi kwam niet, hè? Nou, van Jordi weet ik het niet. Ik weet dat Mike niet komt. Mike kwam sowieso niet. Azurill. Ik weet dat Nando en jij sowieso komen. En ik. Mm-hmm. En Paddy, denk ik ook al dat hij er is. flauw. Ja, van dings weet ik het echt niet. Van Jordi. Precies. Eindelijk, hij is neer. Een skidding! Het heeft echt de hele aflevering geduurd. Zo voelt dat wel, hè? Ik zat ook al te kijken hoe lang duurt deze aflevering al, omdat deze battle zo fucking lang voelt. Ja, echt hè. Kijk, wij voelen elkaar aan. Wij zitten op zo'n lijn. Ja, als je zo'n lijn... en nee, ik ga hem niet weer maken trouwens. Oeh, rock slide. Oh, hij heeft niet meer vooraan, want hij is... Moet Tornado niet ook met liefde? Of is het ook level? Oeh, dat is een goede vraag. Weet ik eigenlijk niet. Of hij is laat level of hij is ook met liefde. Guldeen. Hey. Oh, ik was even heel hard, bijna. Je hebt een duel. Wow, shiny. Weet je wat ik nu kan doen? Aircutter. Ga ik nu doen. Want, kijk, dan krijg ik XP. En we moeten oppassen, want we mogen maar level 32 zijn of zo. En dat vind ik niet leuk, Eng. Niet leuk, Eng? Niet leuk, Eng. Bidu.
Nou, we doen gewoon één level boven. Nee. Of twee, of drie, of vier, of vijf. Nee. Waar leg je die grens, hè? Nou, precies op de level cap. Daar leggen we de grens. Ja, zo moeilijk is het allemaal niet. Nee, precies. Het is wel vermoeiend, Sweet Sand niet voorop hebben staan, maar ja. Nee! Oh. Dit is een soort Wishmer 2.0. Ja. Oh, en die Frisk. Oh, dat is nu maar één keer, dat is schrikt. Frisk voor de business. Ja, de vorige keer ging hij de hele tijd een ability, hoe heet het? Encounter. Oh, weer een breeder. Ik word zo moe van dit spel. Oh. Snap ik. Maar daar was wel ook nog een grasveldje. Zitten er andere dingen? Nou, dat denk ik niet. Maar je mag het proberen. Je mag het proberen. En dan moet ik wel langs. En daarna krijg jij... De tearing. Een snoepje. Oh, de tearing. Nee. Ik wil ook wel... Ah. Oeh, dat kleine mannetje heeft shiny Meryl. Pokémon. Oh. Huh? Oh, ja, omdat ik geen Sweet Sand doe. Waar zijn al die Pokémon gebleven? Wou die bijna zeggen. Ja, dat wou die wel bijna zeggen. Ja. Oh, dit is trouwens helemaal niet slim. Oeh, ik ben heel erg benieuwd trouwens hoe shiny Talo eruit ziet. Ik zou zeggen, vang er een. Ja. Dat was niet aardig. Wauw. Bijna kijk, Roselia. Het wordt al wel meer Roselia voor de, dat is niet hoe dat werkt. Maakt niet uit. Eén keer twee Roselia's gezien en meteen. Ah, hier zit er meer hoor. Zolang er maar weinig Bulbasaur zit daar. Frick. Ik zit ook gewoon niet op te letten. Is hier niet nog een ander gasveld? Of moet hij vissen? Maar dat is heel naar. Nee, Sander, je gaat gewoon die shiny Bulbasaur krijgen. Ja, dat wil ik dus niet. Jawel. Hoezo? Sinds wanneer wil ik dat? Sinds wanneer bepaal jij wat ik wil? Ik ben een Smarty Pants, ik mag dat. Ja, dat is echt allemaal. Wat gebeurt hier? Dit zeggen ze allemaal. Er is een shiny, what the fuck? Oh, dat is toch een Bulbasaur. Oh ja, dit mag met speed-up, hè? Ja, dat mag wel met speed-up. Dat was ik ook al even vergeten. Ik vond dat het lang duurde. Maar ik vergeet steeds de regel dat we mag shiny hunt met speed-up. Deze man doet altijd speed-up en dan mag het eindelijk. Ja. Yeah. Het is niet te geloven. Hey, Roselia, nice! Kijk, zie, speed-up werkt. Oh, dit is wel naar. Nu moet ik switchen. Want ik heb geen normale. Ah, ze zijn allemaal level 8, hè. Mooi, dat scheelt. Nu wil ik eerst, denk. Ja, maakt niet zo even uit. Zoveel Pokémon heeft dit mens. Oh mijn god. Tip, doe niet. Werkte dat? Nee. Oh shit. Oh, hij kan groeien. Oh, dit is echt de mooiste Roselia ooit, hè. Hij gaat zelfs groeien en zo. Wow. Hoe durft hij te kijk, groeien? Hij gaat oh nee, dit is die andere. Surfing the kitten. Quick attack! Wat doe met je quick attack? Quick attack jou op je bakkes. Wow. Okay, even okay, niet zo gemeen tegen elkaar. Oké. Ja, maar hij deed begon. Oh. Poison the Stinging.
Ik heb wel de leuke Grass Poison type gekregen. Daar ben ik blij mee. Ja, daar ben ik ook wel blij mee. Heb je ook Shiny Stone in deze game? Ja, die kon je al kopen in Slateport. Fuck. Nou, ik kan even teruglopen, toch? Voor een Shiny Stone. Kan ik dat? Kijk trouwens eerst eventjes bij de tweede marktpersoon in Marvel. Misschien dat je daar ook al kan kopen. Dat zou wel mooi zijn. Of zo meteen in dat stadje waar we naartoe lopen. Oeh, ik moet tegen een Quality Pooch. Oh. Cool. Jack is echt aan het destroyen. Ja, ik ga ook Jack gebruiken. Of Jack, waarom zeg ik Jack? Zo heet hij niet, Jet. Die zaak. Oh, welke power-up heb je eigenlijk Hariyama gegeven? Oh. TM's. Oké. Okay. Jezus, ook al poisoned. God op. Mag ik nog fake-out als ik in-switch? Als het mijn eerste turn is, mag ik toch fake-outen? Ja. Het is mijn eerste turn, gezien. Oh shit. Mijn accu is bijna leeg van mijn tweede scherm. Nee, je moet wel... Ik denk dat je wel terug naar Slateport moet zo voor de... Ja. Hoe moet dat? Ja, dan doen we dat gewoon, mijn jong. Gaan we gewoon eventjes terug naar Slateport en dan gaan we daar eventjes wat moois kopen en dan is iedereen blij. Ik moet wel even kijken of ik hem trouwens meteen wil kopen, want Stone Evo's hebben slechte movesets, hè? Ja. Of geen. Die leren geen nieuwe moves, dus dat is wel een dingetje trouwens. Ja, nou, de Palm Force, hoor. Ik denk sowieso wel dat er iets aangepast is in de moveset, maar dat laat ja, ik helemaal niet. Ja, want ik weet niet of dit... Nu heb ik hem, hè? Nee, ik moet hem vangen ook nog. Dat is gemeen. Hiker Mike met een Jewel Dude. Hey, Mike zit in de game. Cool. Helemaal, dat was de meest ongeïnteresseerde, ja, ongeïnteresseerde cool die ik ooit heb gehoord. Hij heeft zeker sturdy. Nee, niet. Nice. Hopen zou wel anders dan. Zijn met vangen. Hey! Wat zijn ja, maar ik mag hier niks vangen, want dit is dezelfde kapot als... En het was training, toch? Dat ook. Maar je mag sowieso niks vangen hier in deze cave. Want jij kom op. Ik heb een great ball. And I like... And you love great balls. Nee. Nee, ook nog absorb. Jack is dood. Oh nee. Bijna. Grass, hè? Dan ga ik sowieso voor Alaska Bull. Oh ja, en poison. Dat vergeet ik. Yo, hij gaat weer groeien. Ik vind eigenlijk dat ze evasive... Een Aggronite? Omlaag zou moeten gaan. Wat doen we eigenlijk qua regels voor Mega Evolutions? Eerst cage met winnen en dan Mega. Ja? Is dat dan gewoon een... Of een extra perk. Als extra perk. Ja, als extra perk. Extra perk een Mega Stone geven. Dus dat geen health item is, maar... Dat je er wel bewust voor moet kiezen, zeg maar. Aan de andere kant, dan wordt het ook alweer heel voorspelbaar. Misschien gewoon item. Als je hem wil mega evolven, denk ik. Dat is goed. Eens. Ik denk dat het leukste is. Wie heeft die schot voor rozen? Is dat ook Sue? Of is dat... Nee, dat is Story volgens mij. Wacht even. Schot. Vol. Rozen. Ja. Ja. Ik ben wel blij met mijn nieuwe team, hè, man. Dat is mooi. Nee. Dit is ook van die Sue. Klote zooi. Poep gebeurt. Ja, maar je wil hem niet Sue noemen, want Sue is irritant. Wow. Freak. Ik kan niet meer. Ja, dit is heel kut.
Ik ga even wat. Oeh, nou, ultrabals kan je al kopen, what the fuck? Duurt allemaal langzaam, hè? Ja, freak, jij kan hem niet. Ik noem hem wel gewoon Tori. Kan mij het ook verrekken. Tori. Ik weet dat het niet Tori klopt Vega? Met de lore, maar boeien. Tori Vega? Nee, andere. Die is ook wel leuk trouwens. Dat is ook wel zo'n leukie. Wat? Zeg ik al echt op? Ja. Yo, was hij niet... Hadden wij niet daar ook een intro momentje mee? Tori... Ja, volgens mij wel. Ga ik hier even wachten. Dit is een ranger. Een ranger ring. Nou, dan kan hij wel van ver af mooie pijlen schieten. En hij heeft ook, hij is een halfcaster dan. Dat is wel cool. Ja, met sharpshooter denk ik. Ik ben een nerd, jongens. Moet hij mee doen. Sander is een nerd confirmed. Nee, niet confirmed. Ik had ook gewoon een Zangoose gehad. Ik dacht dat die kapot was. Zigzagoon? Nee. Waarom neem ik een fucking miner mee als ik een fucking Zigzagoon heb? Ik schijn een beetje een gevoel te krijgen dat jij een PlayStation 5 hebt. Ik heb gelijk. Auw. Wat? Stunspoor, nice. Stunspoor. Boomy, level 28. Ik wil eigenlijk de aflevering zo beëindigen zijn, hè? Ik ben aan het levelen. Dus maar... Oh! Fuck growth. Ik weet dat ik heel high was dat ik kon groeien. Boeien. Dan groeit het toch lekker niet. Magical the leaving. Als we surf hebben, moeten we eventjes terug naar die route waar ik net vandaan kom. Want dat is de enige manier om Pokémon te vangen. Ben je klaar om aflevering te beëindigen? Ja, sure. Oké, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.